We leven inmiddels in april en dat betekent dat ik weer een nieuwe Money Diary video heb. De maand is echt voorbij gevlogen en ik ben op dit moment eventjes niet meer bewust van wat ik allemaal heb uitgegeven. Vandaar dat het heel erg handig is dat ik iedere maand een overzicht maak waarop ik kan terugblikken. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik mijn geld de afgelopen maand aan heb uitgegeven, kijk dan vooral verder. Ik heb elke maand 3 verschillende uitgaven, namelijk gezamenlijke uitgaven, persoonlijke uitgaven en zakelijke uitgaven. De vaste kosten die zijn natuurlijk elke maand hetzelfde. Hetgene wat wel eens kan veranderen zijn de overige uitgaven, de variabele uitgaven. Dus hier even snel een overzicht van wat mijn vaste uitgaven zijn per categorie. Voor deze video vind ik het fijn om verschillende categorieën en subcategorieën af te gaan. En daarbij zal ik dan vertellen hoeveel ik er aan heb uitgegeven. Laten we beginnen met mijn vaste uitgaves. Per maand maak ik een vast bedrag over naar onze gezamenlijke rekening. En dat bedrag is op dit moment €1500. En dit bedrag is mijn inleg voor alle gezamenlijke uitgaven. Denk dan aan huur, vaste lasten zoals gas, water en licht, verzekeringen, boodschappen, gezamenlijke uitgaven voor bijvoorbeeld het huis, datemomenten, onze hond Milo. En er is een nieuwe kostenpost sinds afgelopen maand eraan toegevoegd, namelijk de uitgaven van onze auto. We leasen een auto en daarbij komen natuurlijk die kosten erbij kijken. Ik denk dat het voor mezelf ook even goed is om al mijn financiële zaken op een rijtje te krijgen. Want ik maak natuurlijk wel deze video's, maar ik hou het hier en daar toch wel wat algemeen. Maar voor mezelf is het ook wel even goed om hier uitgebreid de tijd voor te nemen. Om nou echt een goed overzicht te hebben van wat er nou daadwerkelijk inkomt. Dus mijn loon en wat ik nou daadwerkelijk uitgeef. Dat ik niet in de min kom te staan. Want dat is niet de bedoeling. Maar tot nu toe gaat alles goed. Maar omdat er dus nieuwe uitgaven bij zijn gekomen, moet ik alles eventjes herinzien. Opnieuw een overzicht maken. Oké, dan heb ik een aantal vaste uitgaven per maand. Namelijk de uitgaven voor mijn zorgverzekering, mijn sportschoolabonnement, reisverzekering, mijn lensenabonnement en mijn Apple opslag. Dan spaar ik elke maand en ik probeer altijd een vast percentage van mijn inkomen apart te doen. En soms varieert dit, maar ik probeer wel altijd een minimaal bedrag met mezelf af te spreken. En als ik per maand meer kan sparen, dan is dat altijd natuurlijk mooi meegenomen. Maar hoeveel ik afgelopen maand op mijn spaarrekening heb gezet is €250. En ik moet zeggen, ik heb op dit moment niet een vaste spaardoel. Ik spaar niet voor iets specifieks. Nog niet in ieder geval. Mijn spaarrekening is gewoon heel erg globaal voor de toekomst. Zo heb ik mijn spaarrekening ook genoemd. En dit kan zijn voor een toekomstig huis of voor toekomstige uitgaven. Of als ik op vakantie wil gaan. Dus het is nog best wel algemeen. Maar ik denk dat het voor mezelf ook wel goed is om in de nabije toekomst kleine spaarpotjes te maken of kleine spaardoelen. Maar voor nu hou ik het even op één spaarrekening, op één spaardoel. Dan heb ik nog een aantal andere vaste uitgaven, maar die vallen onder de categorie zakelijk. Want dit betaal ik met mijn zakelijke rekening en hieronder valt mijn telefoonabonnement, internetabonnement, boekhoudingskosten. En iets wat ik eigenlijk helemaal was vergeten de afgelopen 2 maanden, wat ook onder mijn uitgaves valt, is namelijk mijn licentie voor de muziek die ik gebruik in mijn YouTube video's. En eigenlijk heb ik een jaarabonnement afgesloten, maar per maand betaal ik aan dat platform €9. Dus het valt toch wel mee. Dan gaan we door naar mijn persoonlijke overige uitgaves. Voor openbaar vervoer was ik afgelopen maand €40 kwijt. Nu we een auto hebben, ga ik wel minder vaak met het openbaar vervoer. Dus die kosten zullen ten opzichte van afgelopen maanden wel vele malen lager worden en lager zijn. Want ik kon echt makkelijk meer dan €100 uitgeven aan openbaar vervoer. Dus dat is nu minder. Dan de categorie eten en drinken. Ik ben een persoon die het heel erg leuk vindt om buiten de deur iets lekkers te halen, uitgebreid te lunchen, uit eten te gaan. of een snelle hap te nemen. Als ik mezelf vergelijk met bijvoorbeeld de Sabrina van een jaar of 2 jaar geleden, eet ik wel echt veel minder buiten de deur. En bestel ik ook veel minder. Maar af en toe moet het wel kunnen. Ik ben een aantal keer uit eten geweest. 2 keer om precies te zijn. Dan heb ik een aantal keer eten besteld. Ik wil hier wel eigenlijk zo min mogelijk geld aan uitgeven. Want eten bestellen wordt steeds duurder. Want er komen ook nog bezorgkosten bij kijken. En dat vind ik eigenlijk zonde. Maar ik probeer wanneer ik eten eigenlijk buiten de deur wil halen. Om het echt fysiek zelf te halen. Want het bespaart me ook wel weer geld. Maar af en toe kan ik wel een uitzondering maken. En soms is het gewoon een kwestie van gemak. En dat moet ook gewoon kunnen. Dan heb ik ook wat geld uitgegeven aan interieur. Al moet ik zeggen dat ik me in heb gehouden deze maand. Ik had niet echt per se de behoefte om nieuwe interieur items te halen. Uiteindelijk ben ik naar een paar winkels geweest. Ik heb als eerst een aantal dingetjes bij de kringloop gekocht. En in totaal was ik daar 18 euro kwijt. En dan gaan we gelijk naar het complete uiterste. Want ik had een grote bestelling, of nou ja, een dure bestelling gedaan. Er stond namelijk al best wel lang iets op mijn wishlist. Namelijk een Smeg broodrooster. Dus die heb ik mezelf cadeau gegeven. Ook al gaan we hem allebei in het huis gebruiken. Ik wil hem gewoon zelf aanschaffen. En dit kostte 119 euro. En in totaal was ik voor de categorie interieur 137 euro kwijt. Dan de categorie shopping. Ik ben naar de Action geweest, naar de Flying Tiger, naar de Hunkenmuller. En ik heb een online bestelling geplaatst voor nieuwe haarproducten. En naast dat had ik ook nog een aantal spulletjes gehaald bij de Ethos. En onder deze categorie heb ik in totaal 163 euro en 45 cent uitgegeven. En als ik al mijn persoonlijke uitgaven bij elkaar optel, kom ik op een bedrag van 367 euro en 79 cent. Dat waren mijn persoonlijke uitgaven. Nu gaan we door naar een aantal categorieën die binnen de gezamenlijke uitgaven vallen. Los dat ik soms voor gemak kies, kiezen mijn vriend en ik ook wel regelmatig voor gemak. We vinden het wel leuk om te koken, maar soms komt het gewoon beter uit om eten te bestellen of buiten de deur iets te eten. En afgelopen maand hebben we in totaal 243 euro en 72 cent uitgegeven aan eten en drinken. En dit is natuurlijk voor 2 personen. Het bedrag zelf is best wel groot, maar als je het zo bekijkt, voor 2 personen vind ik het nog acceptabel. En wat betreft boodschappen, ik hoop dat ik het allemaal goed heb bijgehouden. Maar we hebben een aantal keer fysiek boodschappen gedaan. We zijn ook voor het eerst naar de Makro geweest. Want we hebben nu eindelijk een auto. Dus nu kunnen we gemakkelijk daar naartoe. Dus daar hebben we flink wat inkopen gedaan. Dat was ook redelijk prijzig. Dat was bijna 180 euro. Maar we bestellen bijna op wekelijkse basis wel boodschappen bij Picnic. En in de maand maart hebben wij in totaal 464 euro en 74 cent uitgegeven aan boodschappen. Ik hoop dus dat ik alles juist bij elkaar heb opgeteld. Maar laten we zeggen dat we ongeveer afgelopen maand 500 euro kwijt waren aan boodschappen. Dan gaan we door naar de volgende categorie. En dat is de categorie cadeau. Per maand budgetteer ik wel een bepaald bedrag wat ik uit wil geven aan cadeautjes. Het ligt er ook natuurlijk aan voor wie. Soms maken we een uitzondering als bijvoorbeeld meerdere familieleden jarig zijn in die maand. Dat we een wat hoger budget hebben. Maar we vinden het wel leuk om af en toe cadeautjes te geven aan mensen in onze omgeving. Zo waren we afgelopen maand op babybezoek geweest. En daar wilden we een kleinigheidje voor halen. Dus dat hebben we gedaan. En ook hadden we donuts gehaald voor het stel waar we naartoe gingen. Dus ik ben wel een persoon die het gewoon leuk vindt om cadeautjes te geven. Dus hier wil ik ook altijd wel geld voor vrijmaken. Dan zijn we aangekomen bij de categorie Milo. Milo is echt een verwende hond. Want ik koop met heel veel liefde nieuwe speeltjes voor hem. En de afgelopen tijd sloopt hij ook alles. Dus ik ben elke keer weer nieuwe dingen aan het kopen. Maar ik probeer me een beetje in te houden. Maar afgelopen maand hebben we in totaal iets meer dan 100 euro uitgegeven aan Milo. En hieronder valt nieuw voer, wat speelgoed. En we hadden ook wat dierenartskosten. En ik moet zeggen dat het deze maand nog redelijk meevalt. Want af en toe zijn die kosten wel wat hoger. Want dan geven we meer uit, hebben we meer nodig voor Milo. En ja, op sommige momenten zijn die kosten wat lager, want dan hebben we alles al in huis. Dan heb ik nog de categorie shopping. En hieronder vallen dingen die eigenlijk ook onder de categorie boodschappen konden vallen. Maar we hebben het in een andere winkel gekocht. Of online gekocht. Dus ik vond dit wat logischer. We hebben namelijk navelzakken voor schoonmaakmiddel gekocht. En ik vind dit merk onwijs fijn. En je doet er ook redelijk lang mee. Althans wij in ieder geval. En hier waren we €48,25 aan kwijt. En dan waren we ook nog even naar de Kruidvat geweest om wasmiddel te kopen. We kopen het daar altijd. Ik weet niet of het het beste wasmiddel is, maar het werkt prima. Dat en nog wat andere dingetjes hadden we daar gehaald. En dat was in totaal €22,92. En dat waren alle categorieën of subcategorieën die onder de categorie... Is er een synoniem voor categorie? Want ik word gek van het woord. Maar die onder de categorie gezamenlijke uitgaves valt. Eén ding wat ik bijna vergeten was. We hebben sinds kort de uitgaves van verschillende streamingdiensten overgezet naar onze gezamenlijke rekening. Want eerst betaalden we dit individueel. Maar we merken gewoon dat het gewoon veel chiller is om dit van onze gezamenlijke rekening af te laten schrijven. En ik heb het nu over Spotify. Eerst hadden we allebei een individueel account, maar je kan blijkbaar ook een gezamenlijk account hebben. Dus dat bespaart ook natuurlijk geld. En in totaal zijn we daar €14,99 aan kwijt per maand. En Netflix wordt ook van onze gezamenlijke rekening nu afgeschreven. Volgens mij was dat €8 per maand. Ik heb het gevoel dat ik iets ben vergeten. Maar volgens mij waren dit alle uitgaves die ik de afgelopen maand heb gemaakt. Laat me vooral weten of jullie deze manier fijn vinden. Dus dat ik per categorie alles behandel. Of dat ik een keertje voor de afwisseling elke week afga. Dus wat mijn afschriften per week zijn. Misschien is dat aan de ene kant ook wel leuk om het zo mee te krijgen. Maar aan de andere kant ben ik bang dat dat misschien wat chaotischer over kan komen. Laat het vooral weten. Misschien kan ik ook een combinatie maken. Dus dat ik per week alle afschriften afga. En dat ik nog een kleine samenvatting doe van wat ik per categorie heb uitgegeven. Misschien is dat ook wel een idee. Maar ja, denk vooral mee. Want jullie input is altijd welkom. Voor nu was dit dan de video. Mocht jij iets willen delen omtrent jouw maandelijkse uitgaves, laat het dan vooral hier in de reacties achter. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!